Goedemorgen, het is 11:15 en Kitty vindt dat ik lang genoeg geslapen heb en die zit mij een partij te knuffelen. Hey. En ik werd eigenlijk wakker van de bel, want de bel ging. Ja, de bel ging. En ik denk dat dat mijn dutybox was, want gisteren waren ze ook al langs geweest, maar ja, toen was ik natuurlijk aan het werk. En het stond op het kaartje dat ze tussen 2 en 4 weer zouden komen. Maar ja, het is 11:15, dus ik dacht nog, oh heerlijk, hoef ik geen rekening te houden met uitslapen, want ze komen pas tussen 2 en 4. Maar ik denk dat ze dan toch eerder zijn geweest. Nou ja, dan komt de dutybox iets later. Geeft op zich niet. Ik was toch al van plan om er een extra video van te maken. Omdat ik voor vrijdag de shoplog heb. Oké, nou, tijd om eruit te gaan. Check deze bloem. Ik heb een foto van gemaakt, toen was hij nog helemaal recht. En nu is hij helemaal scheef. De bol die ligt ook helemaal, zeg maar. Want eigenlijk hoort hij zo. Dus de bloem is echt... hij was ongevallen, maar zo als ik een beetje moeite doe. Kijk, blijft hij wel staan. Maar hoe kan hij nou ineens zo scheef zijn? Nou ja, ik heb trouwens wel gelijk, want ik dacht dat hij wit zou worden. En kijk, hier kun je een heel klein stukje zien. Hij wordt sowieso wit. Maar ja, ik heb hem dus nu eventjes zo neergezet. Hij staat wel in de zon. Groeit dat ding naar de zon toe? Dat ik hem misschien juist andersom moet zetten? Dat hij dan weer recht groeit? Nou, ik weet het niet hoor. Het ziet er wel een beetje gek uit. Dit gebeurt er dus als ik te lang in bed lig. Dan kan de kat het niet accepteren en dan maakt hij echt een teringbend van de plant. Dat doet hij het elke keer weer. Dit zijn trouwens allemaal dingen van shoplog, behalve dit. Dit is van Nick. Het huis is echt een bende en hij heeft me dus gisteren een soort van... Kijk, hier liggen kleren, daar hangt een jas. Dit valt op zich nog wel mee. Maar hij heeft dus gisteren wel een soort van me bevolen om het huis op te ruimen, vooral boven. Kijk, hier liggen kleren, daar liggen kleren. En het allerergste, en dat moet ik echt opruimen vandaag, is... Hallo Kitty, waar zijn hier? Dit. Dit ligt er voor de kledingkast en dit ligt erin. Dus dat moet ik vandaag echt opruimen. Dus ik wil sowieso even weer alles uitzoeken van wat wil ik nog houden en wat zijn kleren die ik niet meer draag. Ik heb nu even snel een sportbroek aangetrokken. Niet om te sporten, maar omdat hij zo lekker zit. En een lekkere hangtrui. En ik ga mijn carpaccio maken. Eet smakelijk! Oké, ik ben begonnen met opruimen. Ik heb allereerst dit tasje gedaan. En alles wat daar nu dus nog in zit, zijn dingen die ik wel gebruik. Alleen niet dagelijks. Dan heb ik hier nog allemaal lipsticks en nagellak die ik wel veel gebruik. Dit zijn allemaal producten die ik nog op de foto wil zetten, die nog op de blog komen. Ik weet dat het de afgelopen tijd heel rustig op de blog is geweest vanwege mijn scriptie, maar ik ga dat echt weer helemaal oppakken. De Blubsbox, want ik heb beloofd dat ik daar een review van zou doen, dus die ligt klaar om foto's te maken. Ik heb ook de vorige Blubsboxen even uitgezocht. Dit zijn dingen die moeten naar de badkamer. Ook dingen veel in de Blubsbox die ik dan eigenlijk nooit meer gebruik. Dit is nog iets dat ik ook wil testen. Ik heb wel foto's van gemaakt, maar nooit echt getest. Dit zijn dan sieraden die ik wel veel gebruik. Dit zijn de muisjes van de kat. Dit zijn de katten. Maar ja, dit is dus een beetje lastig. Want dit is dus zeg maar een tasje met spullen die ik wel eens gebruik, maar niet dagelijks. En dit zijn spullen die ik gewoon echt wekelijks echt gebruik. Maar waar moet ik die dan laten? Ik zou eigenlijk nog zo'n tasje moeten hebben. Want dit is het tasje met spullen die ik echt dagelijks gebruik. Gewoon lastig. Ik ga nu eerst beginnen met foto's maken. Het is momenteel al 4:30 en ik heb zoveel gedaan. Ik heb echt alle producten die ik nog wilde testen heb ik op de foto gezet. Nou, dat zijn er echt 20. En goed nieuws, het pakketje van vanochtend was dus voor Nick en die lag bij de buurvrouw. En mijn Blubsbox is wel binnengekomen, dus die video ga ik zo ook gelijk opnemen. Moet wel ook nog de shoplog opnemen en het is al 4:30. En ik ben dus een soort van verzeild geraakt in een aflevering van Teen Wolf, een van de series die ik kijk. En die duurt nog 20 minuten, dus ik heb aan de ene kant zoiets oké. Even relaxed. Ik wilde mijn nagels even lakken. Nou, dat heb ik onder Teen Wolf gedaan. En dan ga ik zo meteen de video's opnemen. Het is alleen een beetje jammer dat ik nog niks aan mijn kleren heb gedaan. Maar ja, ik ga me eerst focussen op die video's. Want dat is gewoon belangrijk. En die kleren kan ik altijd nog gewoon terug in de kast duwen. Precies als ik wil beginnen zit hij echt gewoon op de plek waar ik moet zitten. Nou ja, tijd om de shoplog op te nemen. Ik heb besloten om eerst dit setje te doen. Dit is zeg maar Zara, Famous, Bershka...
En wat mis ik dan nog? MAC. En dan doe ik de Primark later, want het is toch allemaal best wel veel bij elkaar. Ik wilde namelijk graag ook mijn horloge nog in doen. En dan maak ik er twee van. En zo zit ik hier dan dus altijd tegen mijn camera aan te kletsen. En maak de kat altijd weer lawaai. Ja. En toen stond mijn broer ineens voor de deur. Ik had wel met hem geappt of hij kon komen, maar ik had er even niet meer over nagedacht. En ik kwam met Tom. Ik ga bloesjes halen, want hij heeft morgen een nieuw meisje en hij heeft geen bloesjes meer. En ja, dan ben ik er ook maar vanaf. Dat is eigenlijk ook wel lekker. Al denk ik dat ik er ergens nog één heb liggen, want ik kon er maar twee vinden. Maar nou, hij moest ook gelijk weer weg. Hij was er echt maar 3 seconden. En toen zei hij, ja, ik moet weer terug naar de zaak. Dus. Maar maandag gaan we waarschijnlijk even bij mijn ouders eten. En dus hij er ook. Maar nu ga ik eerst eten maken, want ik heb honger. En die shoplog, man, was ook een partij werk. Ik heb alles een beetje opgeruimd, dus het is ook een beetje netjes hier. Met een nadruk op een beetje. Nou, het is toch wel. Hier staat mijn laptop dan, maar verder is het allemaal best wel schoon. Haha, alleen die kledingkast, jongen, daar heb ik echt geen zin meer in. Ik ga het ook gewoon niet doen, ook. Ik ga alles erin douwen. En de rest van de avond gewoon relaxen. Eerst een pasta maken. Jongens, ik wil even bewijzen dat ik echt op het punt sta om pasta te maken. Maar nu vragen de buren of ik meega naar de Mac. Dus ik ga naar mee naar de Mac. Ik ben weer thuis en ik kijk Teen Wolf. Ik had nog 4 afleveringen te goed en nu ben ik bijna klaar met de 3e. En dan ga ik daarna nog de 4e kijken. Ik ga echt optimaal genieten van deze avond. En ik ga mijn kleren gewoon in mijn kast douwen. En ja, ik moet het gewoon ook echt goed uitzoeken. En het gaat echt veel tijd kosten. Dat kan ik niet zo 1, 2, 3 doen. Dus misschien maandag, want ik ben maandag ook weer vrij. En dan heb ik het nu gewoon goed opgeruimd, zodat Nick er niet zo'n last van heeft, maar niet opgeruimd in mijn kast. Ik heb even een andere trui aangetrokken, want de jeuk in mijn nek werd me echt te veel van die kool. En ik wil niet dat ik morgen helemaal onder de uitslag zit. Hier zie je het ook. Dus even een niet-kriebeltrui. Ik ben een film aan het kijken, een romantische comedy. En die heet, hij is op tv, op RTL 8. Hij heet Forces of Nature. En ik ga nu even een appeltje eten, want ik heb mezelf beloofd dat ik weer iets gezonder ga eten. Met een nadruk op iets, want ik ben wel naar de McDonald's geweest. Maar voor de rest heb ik vandaag alleen de carpaccio. En dat is het. Dat is wel een beetje ongezond. Iets meer eten was op zich niet erg geweest. Maar ja, ik ga gewoon proberen om niet meer zoveel snoep in huis te halen en dat te vreten. Ik heb nu tot mijn scriptie heel veel gegeten en dat is lekker. Maar nu gaan we ook weer een beetje ons best doen om weer gezond te eten. Ik heb me helemaal klaargemaakt om te gaan slapen. Ik heb echt super last van mijn huid, van die trui. Echt zo stom, dat is zo'n leuke trui. Maar het is echt... Ik kan het beter gewoon niet meer aantrekken. Maar ja, dat vind ik ook weer zo zonde. Moet eigenlijk... Ja, het is echt alleen mijn nek, weet je wel. Want de rest heb ik dan een shirtje onderaan. Zodat ik daar geen last van krijg. Ja, hier heb ik wel wat uitslag, die had ik al. Maar de rest is echt van die trui. Maar ja. We gaan morgen wel zien. Het zal morgen het grootste gedeelte wel weggetrokken zijn, denk ik. Morgen dagje werken. 11 uur beginnen, dus ik kan een beetje uitslapen. Bedankt voor het kijken. Wel trusten en tot morgen. Goedemorgen. Het is 9 uur. En ik ga er zo uit. Kijk, mijn kussen is helemaal niet zwart geworden. Of zwart of bruin.